gaan verder met mijn volgende twee gasten. En dat zijn Ad van Nieuwpoort, predikant, theoloog en schrijver. En Nikki Jacob, zangeres. Allebei welkom. Dankjewel. Ik begin even met jou. Mag ik het situeren? Ja, graag. Ik zeg automatisch jou. Ja. Oké. Okay. Ja. Predikant, theoloog, schrijver. Schrijver, daar voel ik de cultuur al. Ja. Hoe zit dat met predikant, theoloog en cultuur? Kunst en cultuur? Nou ja, eigenlijk is dat wat ik doe, heeft alles met cultuur te maken. Het is misschien helemaal wel cultuur. Hè? Dus ik ben geloof. Verbeelding. Religie. Dus ik werk natuurlijk met de Bijbel, met Bijbelverhalen. Die vol zitten met poëzie en prachtige narratieve teksten. En dat is voor mij een en al cultuur. Dus dat zijn zeg maar verhalen die iets proberen te verwoorden wat we eigenlijk niet verwoorden kunnen. Dat is voor mij ook een definitie van goede poëzie. Ja. En wat cultuur doet. Dus dat is niet te berekenen. Dat is niet, daar kun je je vinger eigenlijk niet echt achter krijgen. En dat is dus helemaal mijn vak. Dus ik ben heel erg met die Bijbelverhalen bezig, die oude verhalen, om die te bekloppen hè, op hun betekenis en te bevragen op hun betekenis voor de dagen waarin wij nu leven. Ja. Dus in die zin, cultuur. Ik voel me eigenlijk heel verwant met kunstenaars. Veel meer dan met het gelovige publiek, zou ik maar zeggen. Ja, want persoonlijk, zelf zou ik religie, ja. Als ik heb over cultuur, dan denk ik echt in hele brede zin van het woord. Tot en met inderdaad alle amateur, dat je thuis een tekeningetje zit te maken, bij wijze van spreken. Maar ik denk niet aan religie. Ja, grappig is dat. Maar ja. Jij voor ligt mij, de verbinding heel voor sterk. Mij is dat er dus alles mee te maken. En dus, laten we zeggen, het is natuurlijk ook wel zo, hè, dat de cultuur, de muziek en het theater is historisch gezien ook allemaal uit die kerk voortgekomen. Ja. Dat heeft natuurlijk de te maken. Kunst. Ja. De precies. Liederen, dus dat is wel de bron van de cultuur. En nou ja, dat is natuurlijk heel mooi dat ik in een hele oude traditie sta. Die natuurlijk ook wel wat aan het marginaliseren is. In Bloemendaal valt het gelukkig nog wel een beetje mee. Maar het is natuurlijk wel zo dat het in ons land wat aan het marginaliseren is. En daarom wil ik ook heel graag hier zitten. Ja. Om nog eens even te benadrukken dat volgens mij de cultuur de adem van de samenleving is. Dus zonder cultuur redden we het eenvoudigweg niet. We hebben die verbeelding nodig. Voor de humaniteit. Dus wij kunnen, dat is echt mijn overtuiging, wij kunnen geen mens zijn zonder verbeelding. Om maar even te zeggen, cultuur is voor mij verbeelding. Dus we hebben steeds andere perspectieven nodig dan alleen maar die perspectieven die we op Excel-sheets kunnen berekenen enzovoort. Van wat het de economie ons oplevert exact. En hoeveel iets kost. En hoeveel dus iets op het moment als we de cultuur teloor laten gaan, dan staat onze hele samenleving echt ook de humaniteit staat op de helling. Dus voor mij zijn ook al die verhalen, poëzie, is als een soort kritisch tegenover dat mij steeds weer bevraagt. Begrijp je? Ja. Dus ik zit in mijn bubbel, in mijn opinie en mijn denken. En ik heb het nodig door muziek of door theater of door goede teksten en poëzie om uit die bubbel gehaald te worden en op nieuwe ideeën gebracht te worden. Ja. Begrijp je? Ja, je lacht er heel vrolijk en geïnspireerd bij, maar het is nu juist, dus eigenlijk, daarom zitten we hier, niet goed gesteld met die cultuur. Nee. Het ziet er vrij somber uit. Ja, dat vind ik heel verschrikkelijk. En ik ben vind je dus, somber? Ja, dus ik vind het eigenlijk ook, dus dat vond ik zo mooi, eigenlijk aan het begin van die coronacrisis was daar iemand als Macron, in Frankrijk, die in zijn eerste speech aan het volk zei, jongens, nu gaan wij dus merken hoe belangrijk cultuur is. Ook Angela Merkel heeft dat heel nadrukkelijk gezegd. Ja. En ik vind eerlijk gezegd, ik heb heel veel bewondering voor Mark Rutte, laat dat helder zijn, maar ik vind wel dat hij wat meer ook het belang van de cultuur had mogen benadrukken. Want nou net, en daarom heb ik Nikki Jacobs meegenomen, want dat vind ik dan wel mooi om even te vertellen. Ik heb samen met Bastiaan Ragas tegengiffilmpjes gemaakt de afgelopen tijd. Dus ik stond natuurlijk ook voor een lege kerk berecht, dus ik moest ook iets. Ja. Nou, ik heb wel online diensten gedaan, maar ik denk, ja, hoe kan ik nu op de een of andere manier bij mensen thuiskomen? Dus we hebben nu inmiddels 32 afleveringen tegengif, hebben we het genoemd, gemaakt. En ik heb met allerlei verschillende mensen gesproken, dichters, kunstenaars, cabaretiers, noem ze allemaal op. En die zijn online te vinden? Ze zijn allemaal online te vinden, mm-hmm. Maar ook artsen en verpleegkundigen en een mevrouw die haar man naar het verpleeghuis heeft moeten brengen en zo. Nou, allemaal, ook dat, dus helemaal uit het dorp waar ik woon, maar ook Nikki. En nou, ik was dus heel actief. Dus ik wilde me vooral niet laten verlammen door die coronacrisis. En nou, Nikki ken ik, want Nikki doet heel vaak mee, ook aan diensten waar ik leiding aan geef. En die raakt me altijd heel bijzonder. En toen ging Nikki voor mij een liedje zingen. En toen brak ik helemaal oprecht. Dat ben ik helemaal niet gewend. Ik ben helemaal niet zo. En toen dacht ik, hé, wat hier nu gebeurt,
Dus ik heb eindeloos naar persconferenties zitten kijken. Ik heb naar dat coronanieuws zitten kijken. Ik heb erover geschreven. Ik heb erover gepreekt. En ik heb, nee. Maar de emotie? Maar de emotie, ik werd echt diep geraakt. En was, we zaten echt in tranen. Dat is een beetje een toestand ook. Maar door dat lied. Dus zij kon iets doen wat al die, wat die cijfers, die mortaliteitscijfers, ja, noemen, allemaal niet bij mij konden. Ik zat allemaal naar die cijfers steeds te kijken. En toen Nicky ging zingen, zei ja, dit... Ja, dit, dat maakte iets in mij los. Toen dacht ik, ja, dit is het precies, begrijp je? Dus we kunnen allemaal heel erg met elkaar praten. Want jij bent normaal niet een huidbalk, zeg nee, maar. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Dus dit was bijzonder wat er gebeurde. Als ik nu terugkijk op de afgelopen weken, is dit voor mij eigenlijk het hoogtepunt geweest. Omdat het voor mij ook een soort uitlaatklep was om echt bij dat gevoel te komen dat ik namelijk zelf ook had. Welk gevoel was dat? Nou, het van verlies. Ik bedoel, ik kan. Ik ben je, een mens is natuurlijk een energietransmitter. Dus ik sta nu voor lege kerken, moet je je voorstellen. Ja. Ik ben gewend om een volle kerk te hebben. Om een wisselwerking te hebben met mensen. Om bij mensen op bezoek te gaan en ze te horen, ze te zien. En wat ineens, is dan precies dat verlies? Ik kom zo met jou, hè? Ja. Wat is dan precies dat verlies? Is het verbinding met mensen? Het is een soort droogzwemmen. Dus ik doe het allemaal wel. Hè? Maar ik heb heel erg het gevoel dat het nu allemaal heel erg uit mezelf moet komen. En ineens ontdek ik, dat is mijn les van deze tijd, dat het gewoon niet zonder mensen gaat. Je kan het niet zonder mensen. Nee. Het moet ergens landen. Het moet, ja, en het is een soort wisselwerking. Dus op het moment als ik een wenkbrauw zie in dat publiek, dan zie ik dat. En dan heeft dat invloed op wat ik zeg, als je begrijpt wat ik bedoel. Dan draai je niet een monoloog af. Ik ga toch even naar jou, Nicky. Want jij hebt dus iets heel bijzonders teweeg gebracht. Ja. Bij Ad. Was je daarvan... Heeft hij dat al eerder zo aan jou verteld? Ja, wij hebben het hierover gehad. Ja, zeker. Was je daarvan bewust? Nee, toen ik dat deed, zal ik maar zeggen. Ja. Nee. Merk je dat vaker in je publiek? Dat mensen geroerd raken door zeker wat je zingt? Ja, absoluut. Ja. En heb je enig idee waarom dat in zit? Dat je dat teweeg kunt brengen? Wat ik probeer, of wat je probeert, denk ik, dat geldt voor bijna elke kunstenaar of muzikus, is dat je in verbinding gaat. Dus de kern voor mij zit erin dat ik de verbinding aan wil gaan met de ander. Wat jij eigenlijk ook zegt, ik ben eigenlijk stiekem ook een soort kunstenaar. Toch? Als je spreekt met je mensen. Je wilt door de verbinding aan te gaan, hoop je dat je tot elkaar komt. Dat je elkaar kan raken, dat je bij elkaar komt. En dat is wel het streven. En soms lukt dat en soms lukt dat niet. Ik kan me voorstellen, jij zegt, als ik voor een publiek ga en ik zie een wenkbrauw omhoog, dan denk ik, wat is er? En ik pas erop aan, ik reageer erop. Maar met zingen is dat misschien toch anders. Want je zingt een lied en dat is in principe een soort eenrichtingsverkeer. En wat je terugkrijgt is pas daarna, denk ik. Zo voelt het helemaal niet. Nee, het gaat heel erg over de adem. Dus wat Ad eigenlijk net zelf ook al zei. Ja. Die hebt die ademhaling met elkaar als het goed is. En daarom heb ik dus ook altijd zo'n ontzettende moeite. Dus zoals nu, dat er heel veel mensen zijn die dat te gek kunnen dan online allemaal dingen doen. Ja, ik vind het niet te verdragen bijna. Omdat je mist bij wijze van spreken de aanraking. Je hebt elkaar, je bestaat voor mijn gevoel in, dat is voor elke mens, hè. In de relatie tot de ander. In de ogen van de ander. Levinas zei dat, geloof en ik. En op het moment dat die ander wegvalt en het dus plat wordt, letterlijk. Dan is het super moeilijk om te bestaan, letterlijk. Weet je wel, echt om te kunnen blijven bestaan. Dus je hebt de ander nodig. Ja. En dat besef, dat kan misschien alleen maar, zeg maar, zo'n liedje losmaken. Teweegbrengen. Of een mooi gedichtje. Ja. Die zegt, dat is precies wat ik zoek. Ik heb er heel lang over nagedacht. Ik kon de woorden niet vinden. Maar nu krijg ik de woorden aangereikt. Jij putt natuurlijk ook uit een hele lange traditie. Een Jiddische traditie, Joodse traditie. En dan worden je dingen aangereikt waarvan je... dat is precies waar ik naar zocht. Dat ene woord waar ik zelf maar niet op kwam. Of dat gevoel waar ik maar niet bij kwam. Daar heb je cultuur voor nodig. Ja. Dat is het meest wezenlijke wat er is, naar mijn gevoel. Ja, en je hebt het over de adem. Dat is het meest basale. Ik bedoel, ademen. Zonder ademen leven we niet. Ja, dat is een mooie vergelijking. En jij zegt, ik voel me heel ellendig. Ik kan dat niet online. Want ik heb juist dat contact nodig met mensen om te kunnen... om geïnspireerd te kunnen zijn, om te kunnen doen waar je goed in bent. Ja. Hoe gaat het dan nu met je? Nou, je dat niet kunt doen? Daar hadden wij dus dat ook dat gesprek over. Het gaat een beetje met ups en downs. Het is eigenlijk wel weer redelijk oké. Want ik was eerst een soort van lam geslagen. Dat ik niet meer in beweging kwam. En ik dacht van laat het allemaal maar zitten. Ik had een vrij grote tour staan in Nederland.
ter ere van 75 jaar vrijheid heb ik de Mauthausen-cyclus opnieuw gearrangeerd. En die gaan we spelen en zingen in het Jiddisch. Dus het is echt best wel een ding was dat. Met veel concerten en ook nog een tour naar Amerika. Nou, dat viel allemaal in één keer helemaal weg. Oh. En, maar goed, dat heb ik ook. Dat ik dan vervolgens weer denk, ja, nu moet ik weer aan de slag. Dus ik heb dat gewoon helemaal omgeboekt naar volgend jaar. Dus het komt, alleen al wat later. Dus dat geeft wel dan weer rust, weet je wel. En dat je ook weet, oké, nou, het is niet voorbij. Het komt en dat zit daar. En nou, ik heb dat gedaan. En ik had ook nog een cadeautje halverwege die coronacrisis eigenlijk. Want ik had dus een hele band klaarstaan om die tour mee te doen. Normaal gesproken hebben wij allemaal verschillende projecten en producties. En heeft iedereen eigenlijk weinig tijd. Maar nu hadden we dus allemaal gezamenlijk een lege agenda. Dus ik kon met, nou ja, werkelijk een stel fantastische muzici de diepte in. Dus we hebben gewoon 9 of 10 repetities gehad. Hoe? En ja, nou ja, dus in zo'n loods als dit. Ja, okay. Dus echt in zo'n loods als dit. Elkaar. Absoluut. Dus we hebben echt op 1,5 meter afstand van elkaar gezeten. Elkaar niet aangeraakt. Eigen flesjes meegenomen. Eigen kopjes meegenomen. En we hebben daarna een cd opgenomen. En dus je bent super productief geweest. Hartstikke. Een jam sessie. Ja, nou, jam sessie ook, ja, een soort van. Maar het mooie eigenlijk daarvan was, toen we gingen terugluisteren, dat het dus ons ontroerde, omdat het ademde. Dus gek genoeg heeft uiteindelijk dus die coronacrisis ons ook allemaal lucht gegeven. Fantastisch. Ah, wat dus ja, heel, heel raar is, maar dat is dus toch gebeurd. Dus het was echt helemaal te gek. Ja. Ja. En jij hebt weer lucht gekregen door het liedje wat zij gezongen heeft. Welk liedje was dat? Nou, dat is het liedje wat bij het begin van de Shabbat wordt gezongen. He, dus de hele kerk is natuurlijk gestoeld op de Joodse traditie. Dat vergeten heel veel mensen, maar dat is dus zo. Ik ga altijd heel erg terug naar die Joodse traditie. De oorsprong. En dat is zo'n fantastische traditie. Een hele levendige, inspirerende traditie. Waar het helemaal niet zozeer gaat over geloof je in God of zo. Dogmatiek, allemaal niet zo belangrijk. Maar veel meer over het leven. Ja, het leven hier en nu, daar gaat het over. En dit liedje is zo, ja, dat raakt aan alle kanten. Ik ga zo meteen weer wenen, denk ik. Misschien, nou weet ik niet. Nee, maar dus het is het begin van de Shabbat. Als Sabbatsmaal wordt gevierd, ja, jij moet het eigenlijk vertellen. Dan wordt de vredesengel wordt aangeroepen, wordt binnengehaald. En dat is natuurlijk, ja, dat is volgens mij ook een metafoor voor de verbeelding. Er komt iets binnen waarvan je zegt, ja, is dat er nou of is dat er nou niet? Nou ja, met dat je zegt dat en met dat je het gaat bezingen, is het er en gebeurt er iets? Nou ja, dat is wat Nikki heel mooi kan zingen. Ik ben heel benieuwd geworden. De druk is wel een beetje hoog, jongens. Nou, wij zijn hier, ja, we zijn nee, met een klein clubje. We zijn met een klein clubje. Het is dus in het Hebreeuws. Het heet Shalom Aleikum. Zeg ik dat goed? Aleichem? Je zegt het ook zoals, En het heet Vrede zijn met u. Precies. In het Nederlands vertaald. Ja. Ga je gang. Ja. Shalom Aleichem. Malachel Shalom. Malach el Elyon Mi melech malach el shalom HaKadosh Baruch Hu Boachim shalom malach el shalom malach el Ik was nog helemaal niet uitgeluisterd eigenlijk. Prachtig, prachtig. Ik had echt nog meer willen horen. Maar goed. Dat kan, dan moet je naar mijn website gaan. Ja, naar je website, precies. Ja, ja. Geweldig dat jullie je stem hebben laten horen, je adem. En jullie vertegenwoordigen hoeveel mensen kunnen we op het bord schrijven? Nou ja, ik heb gedacht, bij mij zitten normaal zo'n 200, 250 mensen in de kerk. Dus die vertegenwoordig ik sowieso. Oké. Daar staan ze allemaal achter. Daar ben ik heel van goed, overtuigd. Dat heb je ze gevraagd. Ja. Nee, daar gaan we vanuit. 250 mensen. Ja. En jij? Ja, ik een stuk of 8, denk ik. Oké. Okay. Ja. En dan tikken we af 258.
ontzettend bedankt dat jullie hier waren. Ja. Graag gedaan. Zet je handtekening op het bord. En veel succes jullie. Ja, het boek. Ja. Nou, daar praten we de volgende keer over. Ja. Ook belangrijk. Ja. Volgende keer. Dank voor jullie komst. Ja.